Leden van de Nationale Assemblee hebben de wet Casinowezen, wet Toezicht en Controle Kansspelen en de Loterijwet weer naar de operatietafel gestuurd. Tijdens een openbare vergadering gisteren hebben diverse parlementariërs aangegeven dat hun voorstellen niet zijn meegenomen in de wetswijzigingen. Diverse leden klaagden over wijzigingen die niet zijn meegenomen, zoals het aantal kantoren per district, het investeringsbedrag en minimaal aantal kamers voor ondernemers die een hotel met casino willen opzetten. Diverse parlementariërs vroegen naar de staatsbesluiten hierover. We kunnen geen wetten maken als we niet meenemen de staatsbesluiten. We hebben het elk jaar, elke keer heeft het parlement het geaccepteerd dat we de regering vol mag geven om staatsbesluiten te maken. Maar laten we eens een keertje gaan werken zoals de grondwet het van ons verwacht. Een wet moet niet komen zonder zijn body. We moeten die staatsbesluiten ook zien. Laten we het een keertje anders doen. We hebben hier met elkaar gesproken. Kamerbrief gezegd, een one-bed in kantoor. Kamerbrief gezegd, we moeten de wet wijzigen, regelen dat er een aantal dingen gebeuren, gereguleerd zijn. En wat doet die regering? Komt alle commentaar die het parlement heeft genomen, kamerbreed, weggeschrapt en in een staatsbesluit geplaatst. Shame, schande. Het is een schoffering van het parlement. Wij gaan daarin niet meewerken, voorzitter. We gaan daarin absoluut niet meewerken. Wanneer wij hier kritiek geven, wanneer wij hier commentaar leveren, is het bedoeld om wetten beter te maken. Niet om te zeggen, hou je mond, ik regel het bij staatsbesluit. En daarna zien we nooit meer iets van een staatsbesluit. Voorzitter, als u wil als voorzitter, mag u dat doen. Maar hier hebben we een parlement te beschermen. Minister, wij zitten hier met 51 leden te praten over beleid, te praten over wetgeving. U zit daar met 16. We dienen het samen te doen. Wij gaan niet akkoord met de werkwijze dat alle voorstellen die we hier hebben gedaan, simpel voorzitter, gewoon in een envelopje worden gezet en ons hier wordt toegeschoven dat we het gaan regelen bij staatsbesluit. Shame. VHP-parlementariër Aziz Kumar Gayadin vroeg de regering de voorwaarden zoveel mogelijk in de wet op te nemen, zodat er geen speelruimte bestaat voor staatsbesluiten. Kishan Ramsukul wil dat alles wat voorgesteld is meegenomen wordt. Steven Tsang van de NDP gaf aan moeite te hebben met de wijze hoe alles wordt omzeild en vervolgens in een staatsbesluit wordt geplaatst. We hebben al zoveel ellende in Suriname met 3 providers. En in de wet wordt opgenomen dat er een 4e mag komen. Hoe kunnen we dat goedkeuren hier, voorzitter? Er wordt in de wet aangegeven dat naar ratio van het aantal inwoners het instituut gaat bepalen hoeveel bettingkantoren kunnen komen in een resort. Voorzitter, als het instituut bepaalt dat er per inwoner 1 moet komen, gaan we dan 600.000 opzetten? Is dat de bedoeling? Want dat haal ik uit de wet. Dus dat moet aangescherpt worden. En als we zeggen 1 per resort, praten we nog steeds over 74 resorten in Suriname. Is nog steeds te veel. Het getuigt van zeer discutabele intenties. En meerdere leden hadden bezwaar over de vele online bettingkantoren. Online betting wordt niet gereguleerd in deze wet. En de minister heeft ook aangegeven dat dat niet gaat gebeuren. Voorwaarden voor loterijen op afstand zal door het instituut worden vastgesteld, zegt de minister. Dit is onacceptabel. Minister Kenneth Amoksi stelde voor de opmerkingen mee te nemen en in een andere vergadering nader hierop in te gaan.